Met het project Limburg 1914-1918, kleine verhalen in een grote oorlog, hebben we op een creatieve manier de samenwerkingsverbanden tussen de Limburgse gemeenten en hun inwoners aangehaald. Iedere gemeente heeft zijn verhaal op zijn manier verteld. 44 betonnen stuilhelmen symboliseren de Duitse bezetting van Limburg tijdens Wereldoorlog 1. Op weg naar hun gemeente om ze creatief te bewerken en een boodschap mee te geven. 44 gemeenten met elk hun eigen verhaal. 44 creaties weerspiegelen hoe de soldaten in 1914 naar de oorlog vertrokken en 4 jaar later veranderd en getekend voor het leven terugkwamen. Diepenbeek is in de Eerste Wereldoorlog niet getekend door het grote aantal verliezen. Er zijn 17 gesneuvelden genoteerd, maar wel door de onrechtstreekse gevolgen van de oorlog was er heel veel schaarste en werden er heel veel diefstallen vastgesteld van voedsel en dergelijke meer in de boerderijen. En in 1917 werd daardoor de nachtwacht opgericht die er moest voor zorgen dat door middel van alle jonge mannen er een nachtwacht werd gehouden om de diefstal te beperken in de woningen. De eerste locatie die het beste leek was dit plein, omdat het omgeven is door Bevrijdingslaan, Weerstandslaan, Loveniglaan en eigenlijk een soort van symbolische waarde heeft onmiddellijk. Toen ben ik gekomen tot een concept van SWG, Schwarz-Weiß-Grau, waarbij dat eigenlijk staat voor polarisatie. Dus op het moment van een conflict, zij het een Eerste Wereldoorlog, zij het eender welk conflict dat erna komt, krijg je onmiddellijk een polarisatie tussen twee bevolkingsgroepen. Dat is universeel. De symbolen die ik gebruik zijn twee dubbele driehoeken die je kan interpreteren als een jodenster, maar evenzeer als een machtsteken van de Verenigde Staten. De ster komt daar ook in hun vlag voor. Of als een ster binnen de vlag van de Sovjet-Unie. De installatie is ook voorzien van twee vlaggenmasten. De vlaggen zijn symbool voor kracht en macht van machtshebbers opnieuw. De affiches en pamfletten versterken eigenlijk het verhaal van het voorste gedeelte van de installatie, de helm met de twee vlaggen. En wat we zien is eigenlijk een vlakke hand, een vuist en een V-teken die onmiddellijk verwijzen naar machtssymbolen. Maar tegelijkertijd, als je nader gaat kijken bij de affiches, zie je de woorden staan blad, stein en schere. Duitse woorden die betekenen blad, steen, schaar, wat verwijst naar het kinderspelletje blad, steen, schaar. Dus ook daar weer een dubbele betekenis van iconografie. Schwarz, weiß, grau, blad, stein, schere. De 44 helmen zijn een blijvend symbool ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Limburg en gaan naar hun laatste rustplaats. Alle info op www.limburg1914-1918.be.